Nou, ik zal het zeggen. Hoi, mijn naam is Louise en als trainer van Body Balance zit ik vandaag met Jan Roggeveen. Hij is ook nationaal trainer voor Body Balance, maar daarnaast ook program coach. En ik bedacht me van, volgens mij weten heel veel instructeurs eigenlijk niet zo goed wat een program coach nou eigenlijk precies doet. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, een program coach is in feite degene die het team ondersteunt en aanstuurt. Mm-hmm. Dus als we bijvoorbeeld een teamtraining hebben, dan doen we dat met z'n allen. Maar ben ik degene die het voortouw neemt en de andere trainers begeleidt in het beter worden. En die van feedback voorziet. Dat is een rol die ook door de trainers zelf gedaan wordt. Dus het is altijd wel bij de balance in elk geval een wisselwerking. Dat ook de trainers elkaar feedback geven en mij. Maar ik ben degene die daar de leiding in neemt en de voorbereiding doet. Verder is het zo dat met de opleidingen, de module-trainingen, wordt door kantoor een basisindeling gemaakt. Er wordt gekeken naar beschikbaarheid. En zowel voor de kwartaal trouwens is dat als de module-trainingen. En beslis ik samen met kantoor welke trainers op welk moment het beste kunnen worden ingezet. Mm-hmm. Maar dat doe je al best wel een tijd, hè? Ja, dat doe ik al een lange tijd. En voor de balance, zolang we met het systeem program coaches werken, doe ik dat al. En wat je daarnaast doet is het ondersteunen naar kantoor toe als er bijvoorbeeld audities binnenkomen. Dan ben je de eerste persoon die dat beoordeelt. Of als er over assessments twijfels zijn en ze willen daar een tweede opinion over. Ik ben niet iemand die vast assessments doet, maar als ze ergens problemen mee hebben of als er ergens discussie over ontstaat, dan word ik daar ook bij betrokken. Ben je er nou veel tijd aan kwijt? Het is eigenlijk heel verschillend. Het hangt er vanaf wat er speelt. Het ene moment is dat bijvoorbeeld, ik noem maar 10 uur in de week. Mm-hmm. Het andere moment is dat heel weinig. Dus dat varieert echt van zeg maar een half uur tot 10 uur in de week. Oké. Okay. Ja. En wat heb jij nou gemerkt? Want hoe lang zit je al bij Les Mills voor dit programma? Ruim 10 jaar, denk ik? Ja, voor de balance, ja, ik denk al 15, 16 jaar. Ja. Ik zat er toevallig in de auto aan te denken. Pump al bijna 20 jaar. Dat is echt al lang. En een paar jaar daarna is balance gekomen. Dus ik denk iets van 16 jaar. En vanaf het begin ervan ben ik trainer geworden. En later dan hoofdtrainer of programcoach. Wat is eigenlijk voor jou het meest opmerkelijke wat jij in die 15, 16 jaar hebt gemerkt binnen het programma? Binnen het programma is er wel veel meer. Er zijn grote dingen veranderd. In het begin begonnen we bijvoorbeeld met een Sun Salutations direct. Zonder Tai Chi. Dus dat is in de start geweest. Er zijn verschillende mensen voorbij gekomen die het programma gemaakt hebben. Mm-hmm. Dus de choreografie, dus daar merk je groot verschil in. Een Molly Fox die het in het begin deed, die had ook dingen als een bear roll. En wat? Een bear roll. Wat is dat? En dan stapte je achterlangs, dan rolde je over de grond en dan stond je serieus aan de andere kant weer op. Ja? Dat zat erin. Cool. Ja? Wat een gekke dingen. En daar is wat wel veel veranderd in die zin dat we echt een vaste format hebben gekregen. Tai Chi is er al vrij lang bij, die is vooral eenvoudiger geworden. In het begin hadden we paarden aaien en hond en strike the horses mane. En ja, dat was als je hand dan zo schuin omhoog ging. Oh, oké. Okay. Alsof je een paard aait. Exact. Oh, okay. Exact. We hadden geen echte paarden bij de Tai Chi. Ik weet niet of je hier iets moet doen. Oh. Oké, okay. Energie. Ja, we gaan gewoon door. Ja. Dus de Tai Chi is vooral makkelijker geworden omdat mensen vooral de richting, dus de 3D, voor, achter, diagonaal. Dat was voor veel deelnemers echt te lastig. Mm-hmm. En dat hebben ze veel eenvoudiger gemaakt, wat eigenlijk prettiger is. Meer focus op jezelf en meer focus op de ademhaling. Het coachen is steeds duidelijker geworden van hoe willen we dat we de mensen begeleiden. Mm-hmm. En daar zijn we steeds bewuster mee omgegaan. En verder zie je vooral in de muziek natuurlijk een ontwikkeling en de new yoga met alle opties. Dat zie je wel steeds verder ontwikkelen. Het is niet echt dat we daar een bepaalde richting mee opgaan, maar je ziet het wel stukje bij beetje verschuiven. Ja, dat vind ik wel mooi. Wat vind jij nou het allerleukste aan jouw job als programcoach? Nou, als programcoach, en dat is ook het onderdeel zowel voor trainers als voor trainees. Mm-hmm. Heb je een behoorlijk grote rol in het ontwikkelen en het begeleiden. En dat vind ik echt wel heel gaaf als je ziet hoe dat werkt. En dat het dan ook zeg maar beter gaat en dat het beter voelt voor de trainer. En dat je de deelnemers, de instructeurs in feite als trainer, het beter ziet doen en beter ziet begrijpen. Dat vind ik wel superleuk. Okay. Dat is echt wel hetgene wat het meest voldoening geeft. Ja. Ja. Nou, we hebben net de masterclass van Body Balance 77 gedaan. Wat zou jij de instructeurs over deze release nog mee willen geven? Ga aan het werken met de flow. Verdiep je in de opties, dat zou ik echt willen zeggen.
The Wild Thing, de Flipping Dog en eventueel de optie naar backbands. Mm-hmm. Wees zo duidelijk mogelijk in je coaching, want dat zorgt ervoor dat zoveel mogelijk deelnemers daar succesvol in zijn en het kunnen doen en het leuk gaan vinden. Oké. Ja. Oké, dankjewel Jan. Ja, graag gedaan. En ja. Als jullie nog vragen hebben als instructeur zijnde, stuur gerust een berichtje en dan kunnen we wellicht ook een filmpje over maken en jullie daar meer informatie over geven. Tot de volgende keer. Doei.